jaar bent. Ik krijg een doorverwijzing voor de Rubens Hotel. Goedemorgen, het is vrijdag vandaag. Dit is mijn eerste weekvlog van 2020. Voor mij is het vandaag de dag na kerst. En ik ben door de kerstdagen helemaal kapot. Dus vandaag ga ik niet heel veel doen. En straks even lekker met Mido naar buiten. Het zonnetje schijnt, dus dat is in ieder geval wel fijn. Eventjes wat frisse lucht. En verder ga ik vandaag echt goed met mijn benen omhoog liggen. En dat heb ik de afgelopen dagen echt niet genoeg gedaan. En daardoor heb ik nu best wel veel last gekregen, jammer genoeg. Dus nu echt even mijn rust pakken, zodat het herstel hopelijk sneller gaat. Goedemorgen, het is zaterdag vandaag. Wij gaan zo eventjes naar de stad toe. Ik wilde heel graag nog een keer bij Hudson's Bay kijken, want die gaat natuurlijk bijna dicht. Dus nou ja, dat is wel leuk om nog heel eventjes te kijken wat er allemaal in de opruiming is. Wie weet kom ik nog wat leuks tegen. Met goedemorgen doe ik eigenlijk bijna goedemiddag. Maar goed, dat maakt niet uit. Het is bijna 12 uur. Ik was niet heel lekker. Ik had gisteren heel veel last van mijn buik en... Ik weet niet, misschien een klein beetje een buikgriepje of iets meegepakt. Maar nou ja, nu gaat het wel weer iets beter. En nou, dus dat wil ik toch heel graag. Dus dat ga ik gewoon even doen. En daarna plof ik weer op de bank en doe ik lekker niks meer. Wij zijn in de stad en we gaan nu eventjes lopen richting de Hudson's Bay. We hadden helemaal niks meer bij de Hudson's Bay, maar we gaan nu even een lekker glitterige pizza eten bij Opatze in Rotterdam. Ik ben weer terug uit de stad. Ik heb bij Lush eventjes weer een voorraadje gekocht van bruisvallen. Altijd bij Lush is na de kerst, tenminste ik weet zeker dat het na de kerst is, misschien ook wel na een andere feestdag, dat durf ik niet te zeggen. Maar na de kerst is het 50% korting op de kerstartikelen bij Lush, dus dan haal ik altijd eventjes een voorraadje bruisballen. Goedemorgen, het is zondag. Wij zitten in de auto, want wij gaan naar Middelburg toe. We gaan brunchen met mijn kant van de familie in het Van der Valk Hotel. Dus we gaan nu eventjes een uurtje rijden en dan... gaan we lekker eten. Goedemorgen, het is maandag vandaag. Vandaag is mijn allerlaatste werkdag van 2019. Ik heb best wel een volgeplande werkdag ook. En ik moet tussendoor heel eventjes langs de huisarts voor mijn B12 injectie. Ook de laatste van dit jaar. En ja, dus vandaag best wel een drukke werkdag. En dan morgen ben ik lekker vrij. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Het is 31 december, de laatste dag van 2019 dus. Ik lig nog lekker in bed. Dat doe ik de hele ochtend, want... Anders dan zou ik het denk ik niet volhouden vanavond om wakker te blijven. Ik ben echt een beetje een oude oma wat dat betreft. Ik ben niet zo goed in heel laat opblijven. Dus daarom rust ik nu alvast uit. Vanmiddag ga ik samen met Lorenzo appelbeignets maken. Want nou ja, zelfgemaakte appelbeignets zijn echt het lekkerst. En glutenvrije appelbeignets kan je niet echt ergens vinden. Dus die maak ik gewoon lekker zelf. Maar ik lig dus nu nog in bed. Met twee marmotjes die dat helemaal niet zo heel erg vinden. Aan alle twee kanten van mijn been ligt er één te slapen. Lekker warm. Zo, ik ben net even met Milo naar buiten geweest. We hadden alleen twee vervelende pubers die precies een rotje voor Milo in het gras gooiden. En hij was niet bang voor vuurwerk, maar nu vindt hij het opeens niet meer zo leuk. Kan ik me voorstellen, gelukkig. Heeft hij er niks aan overgehouden. Verder is hij heel erg geschrokken en... Nou, met hem ook maar lekker knuffelen dus de rest van de dag. En ik lig lekker onder een deken op de bank. Vanmiddag gaan we appelmeers maken. Appelbeignets zijn weer gelukt. En nu gaan we nog eventjes lekker op de bank liggen voordat we gaan eten. En Lorenzo is eventjes aan het gamen. En ik ga zo eventjes op de Nintendo Switch spelen.
Wij hebben het Marco Borsato gekeken. Daar was ik heen in juni. Dus heel leuk om dat nog eventjes terug te zien. Nog eventjes nagenieten. Nu gaan we zo Ik hou van Holland kijken. Natuurlijk, wij vieren oud en nieuw lekker thuis. En we gaan nog een spelletje spelen. En voor de rest doen we het lekker rustig aan vanavond. Woensdag vandaag. Het is 1 januari. Ik wil jullie een heel gelukkig nieuwjaar wensen. Ik hoop dat al jullie dromen uit mogen komen in dit jaar. Wij gaan zo naar de oma van Lorenzo toe. En voor de rest gaan we vandaag een lekker rustig dagje houden. Wij zijn weer terug thuis. En ik ga nu koken. Ik ga zoete aardappelstampot maken. Het is vandaag donderdag 2 januari. Voor mij is vandaag een werkdag. Ik ben vanochtend eventjes naar de huisarts geweest. En ik krijg een doorverwijzing voor de reumatoloog voor mijn been. Omdat ja, de ontsteking bleef natuurlijk maar. En nee, dat is natuurlijk toch niet helemaal goed. Dus ja, je moet toch eventjes een reumatoloog mee meekijken. En ik ga sowieso starten met nieuwe ontstekingsremmers. Om de tijd te overbruggen tot ik bij de reumatoloog terecht kan. Dus ik hoop dat die wat voor me doen. Ik ga zo lekker aan het werk en ik lig lekker onder mijn elektrische vliesdeken, want ik heb het super koud. Ik heb gelukkig geen coachafspraken staan vandaag. Ik doe het nog eventjes rustig aan na oud en nieuw. Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar ja, ik ben na oud en nieuw best wel gesloopt gewoon. Dus nou, nu even lekker rustig aandoen. Ik heb geen coachafspraken staan vandaag en morgen. Volgende week pas weer, dus dat is in ieder geval fijn. Maar ik heb wel ander werk wat ik gewoon moet doen. Dat gaat wel gewoon door. Het is jammer genoeg tijd om de kerstboom weer op te ruimen. Kerst is natuurlijk voorbij. En ja, jammer genoeg kunnen we de kerstboom niet voor altijd laten staan. Ik vind het wel heel gezellig. Maar het is nu tijd om hem op te bergen. En dan ben ik van plan om iets nieuws met dit hoekje te gaan doen. Ik weet nog niet precies wat. Als je ideeën hebt, laat het even weten hier beneden in de reacties. Maar misschien heb ik daar wel wat aan. Zo, de kerstboom is weer weg. Dus nu hebben we een leeg hoekje. Ik vind altijd de kerstboom opzetten een stuk leuker dan de kerstboom weghalen. Nou, voelt gelijk zo kaal en zo'n donker hoekje is het gelijk. Dus daar ga ik binnenkort wat gezelligs van maken. Dit was alweer de eerste vlog van 2020. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop dat je er volgende week natuurlijk ook weer bij bent. En ik zou aan je willen vragen of je deze video zou willen liken als je hem leuk vond. En of je eventjes zou willen abonneren op mijn kanaal. Dit is natuurlijk helemaal gratis. Tot de volgende keer. Doei!